Hallo lieve kinderen. Zijn jullie al naar buiten geweest vandaag? Het is best wel koud hoor. Het is vandaag de laatste dag van januari. En het is al bijna februari. En het is dus winter. En in de winter, dan is het koud. En in het bos waar dit verhaal zich afspeelt, daar is het in de winter helemaal koud. De wind waait er guur. En overal ligt sneeuw. En de kou houdt de takken stijf bevroren van de bomen. En in dit verhaal hebben we het over Marukla, een meisje dat in het bos woont. Luister maar. Er was er eens een moeder en zij had twee dochters. De ene dochter was Helena, dat was haar eigen dochter. En ze hield heel veel van haar dochter, ze was er dol op. De andere was haar stiefdochter en daar gaf ze niet zoveel om. Helena was een lui meisje en ze hield er niet van om hard te werken. Veel liever keek ze uren en uren in de spiegel om zichzelf mooi te maken. En volgens haar moeder was ze het allermooiste meisje van de wereld. Maar Marukla die werkte hard en ze hield ook wel van werken. En dat was maar goed ook, want zij moest alle zware en vervelende klusjes in het huis doen. Ze moest de was doen. Ze moest bezemen, ze moest de boodschappen doen in het dorp nabij. Ze moest hout halen en hout hakken. En alle afwas doen en voor het tuintje zorgen. En nooit stak Helena ook maar één hand uit om haar te helpen. Maar Helena was heel jaloers op Marukla. Want hoeveel tijd zij ook besteedde achter de spiegel om zich mooi te maken, ze zag ook wel dat Marukla eigenlijk veel mooier was. Hoeveel zware taken ze ook deed en hoe hard ze ook werkte, haar huid was zacht en uit haar ogen straalde een helder licht. En daarom was Helena jaloers. En haar moeder was ook jaloers en boos. Die wilde veel liever dat haar prachtige dochter de mooiste was. En daarom liet ze Marukla nog harder werken en gaf ze haar nog meer vervelende klusjes. Op een dag in de winter, in januari, was het de dag voordat Helena jarig zou zijn. En Helena, die had wat bedacht. Ze zei, mam, ik heb bedacht wat ik voor mijn verjaardag wil. Ik weet een mooi cadeau. Ik wil mooie sneeuwklokjes op mijn verjaardag. Ha, dat lijkt me nou wat. Prachtige sneeuwklokjes om het huis mee te versieren. Nou, je hoort het, zei haar moeder tegen Marukla. Ga het bos in en kom niet terug voordat jij sneeuwklokjes gevonden hebt voor Helena's verjaardag. Maar, lieve moeder, sprak Marukla, het is nu januari en het is overal bevroren en er zijn nog geen sneeuwklokjes. Sneeuwklokjes die zijn er pas in maart. Ik zal hier geen sneeuwklokje kunnen vinden nu, toch? Daar heb ik niets mee te maken, sprak haar moeder. Je gaat het bos in en je komt pas terug als je sneeuwklokjes hebt. En anders kom je het huis niet meer in. Heb je dat begrepen? Ja, moeder. Ik ga al, moeder. En Marukla liep het bos in. En moeder en Helena gingen het huisje binnen en deden de deur daar op slot. Ach, daar liep Marukla in haar eentje door het bos. En het was zo bitter, bitter koud. Ze had niet eens de tijd gekregen om een warme doek mee te nemen. En ze zocht. En ze zocht. Maar nergens waar ze kwam, zag ze ook maar één sneeuwklokje. De hele bodem was nog stijf bevroren. En ze zocht en zocht overal waar ze kon bedenken. Maar de wind woei guur en de sneeuw die knerpte onder haar voeten. En de kou was ijzig en sneed in haar huid. En uiteindelijk kwam ze bij een boomstam. En ze was zo uitgeput dat ze besloot om daar even te zitten en te rusten. Ze dacht aan haar eigen vader en moeder
die zoveel van haar gehouden hadden. En van wie ze de liefde nog in haar hart droeg. En ze weende. Ze dacht, dit is de plek waar ik zal sterven. Maar toen zag ze een lichtje, heel in de verte. En ze volgden het licht. En hoe dichterbij ze kwam, hoe groter het werd. En toen kwam ze bij een groot kampvuur. En om dat kampvuur zaten een heleboel mensen. Mannen en vrouwen en kinderen. Goedemiddag, beste mensen. Zou ik me misschien heel even bij jullie vuur mogen warmen? Och, ik heb het toch zo bitter koud. Kom maar, mijn kind, sprak een aardige vrouw. Marukla die liep voorzichtig de kring in. En daar warmde ze zich bij het vuur. Wat was dat fijn. Na een tijdje begon ze haar handen weer te voelen, die door de kou helemaal verstijfd waren geworden. En toen vroeg de aardige vrouw, vertel ons, hoe heet je? En wat kom je hier doen, zo alleen in het bos, in de kou? Hallo mevrouw, ik heet Marukla en ach, ziet u, het is morgen mijn zuster Helena's verjaardag en zij zou toch zo graag het huis versieren met prachtige sneeuwklokjes. Sneeuwklokjes? Sprak een oude man. Marukla schrok en keek om. Daar zat een man met een lange witte baard en veel rimpels in zijn gezicht en hij zat op een grote troon. Sneeuwklokjes in januari? Ha, zoiets heb ik nog nooit gehoord. Ach, ik weet het. Ik weet dat het onmogelijk is. Maar, ziet u, als ik geen sneeuwklokjes vind en zonder naar huis keer, dan zal mijn moeder me nooit binnenlaten. En ik vrees dat ik dan in de kou zal omkomen. Och, kunnen we haar niet helpen? Sprak een vriendelijk meisje. Ze was nog jong en haar naam was April. Roepla keek om. Ach, maar hoe dan? De oude man, die Januari heette, die zei. Ja, je bent een vriendelijk meisje. Och ja, ze heeft een zuiver hart, dat kun je zo zien, sprak April. Zeg Maart. Wat denk jij ervan? Zullen we dit kind helpen? Oh ja, sprak Maart. Maart was een vriendelijke oude vrouw. En ze stond op van haar plek. En Januari stond op van zijn plek. En ze wisselde van stoel. En toen gebeurde er iets wonderbaarlijks. De sneeuw begon te smelten. En daar in de verte zag Marukla echte sneeuwklokjes. Wauw. Ga maar gauw, je hebt een uur de tijd, sprak Januari. En zo snel als ze kon, maar zonder te vergeten te bedanken, ach, dank jullie wel, verliet Marukla de kring. En ze verzamelde zoveel sneeuwklokjes in haar rok, als ze maar kon dragen. En toen ze weer in het bekende stuk bos kwam, zag ze dat het weer begon te waaien. En dikke vlokken sneeuw vielen uit de hemel neer en bedekten de bodem met een dikke laag. Marukla vond de weg terug naar de boomstronk
En vandaar wist ze de weg naar huis. Ze klopte aan. Oh moeder, het is niet te geloven. Ik heb sneeuwklokjes gevonden. Een heleboel. Mijn moeder geloofde er niets van. Maar Helena, die was al bij de deur en opende die en rende naar buiten. Sneeuwklokjes, allemaal voor mij! En ze pakte ze gelijk uit Maroekla's rok. En ze deed dat zo wild dat een aantal sneeuwklokjes braken en op de grond vielen. En daar verpletterd werden. Helena was wild van vreugde en ze rende het huis in om het huis te gaan versieren voor haar verjaardag. En de moeder, die zei argwanend, zeg, vertel eens Maroekla, hoe kom jij aan sneeuwklokjes in januari? Wel heb je ooit? Want eigenlijk had de moeder verwacht Maroekla nooit terug te zien en eindelijk van dat verwaande kind af te zijn, zoals zij het zag. Ach, moeder, ik was het bos ingegaan zoals u mij bevolen had en ik heb overal gezocht, maar ik zag werkelijk nergens sneeuwklokjes. En toen had ik bijna de moed opgegeven en toen zag ik een licht en dat ben ik gevolgd. En zo vertelde Maroekla over de kring met mensen die haar zo vriendelijk geholpen hadden. En Helena, die druk bezig was geweest met versieren, die kwam even naar buiten, want ze had het gehoord. Een kring met mensen die kunnen toveren. Dus dan kan ik ook... Oh, ik wil aardbeien. Aardbeien voor mijn verjaardag. Want ik wil wat lekkers om te eten te hebben. Hey, Maroekla, kun je niet even teruggaan en wat aardbeien voor me halen? Nog een keer teruggaan? Och, ik weet niet of ik het wel zou kunnen vinden. Natuurlijk wel. Als je het één keer gevonden hebt, als je één keer hebt kunnen toveren, dan moet het je een tweede keer ook wel lukken. Ga onmiddellijk weg. En kom niet terug zonder dat je aardbeien hebt. Want anders kom je hier het huis niet meer binnen. En weer gingen moeder en Helena het huis binnen en deden de deur op slot. En Maroekla, die ging weer bibberend van kou het bos in. Ze had zo gehoopt even bij het vuur te kunnen warmen. En ze zocht en ze liep door het bos. En toen kwam ze weer bij de boomstronk. En daar zat ze neer. Ze was moe van alle kou en het verre lopen. Maar daar zag ze het lichtje. En ze volgde het. En ze liep en ze liep. En daar kwam ze weer bij de kring rond het kampvuur. Och, ze was weer zo koud geworden door de lange tocht in de sneeuw, dat ze haar handen en voeten nauwelijks meer voelde. Goedemiddag, lieve beste mensen. Zou ik mij misschien nog eens bij jullie vuur mogen warmen? Ach, ik heb het zo bitter koud. En de vriendelijke vrouw die sprak. Kom maar kind, wees welkom. En ze stapte de kring binnen. En ze warmde zich bij het heerlijke warme vuur. Tot ze eindelijk haar voeten weer voelde. En haar handen. En toen sprak de vriendelijke vrouw. Vertel eens meisje, wat kom je hier weer doen, Maroekla? Wat brengt je weer opnieuw in het bos, nu het weer zo koud is? Ach, ziet u, het is morgen de verjaardag van mijn zuster Helena. En nu zou zij zo graag iets lekkers te eten hebben. Heerlijke zoete aardbeien, daar droomt ze van. Aardbeien? In januari? Wel heb je me ooit. Sneeuwklokjes, oké, maar aardbeien, daarvoor moet je nog minstens een half jaar wachten.
Oh, ik wil haar wel helpen hoor, sprak een vriendelijke jongen. Hij had een zonnig gezicht en zijn naam was Juni. Ik wil best zorgen dat er wat aardbeien zijn voor dit vriendelijke meisje. Er straalt zo'n helder licht uit haar ogen. En haar hart is zuiver en goed, dat voel ik. Nou goed, ik zie ook dat het een vriendelijk kind is. En Januari stond op. En Juni stond op. En ze ruilde van plaats. En nu gebeurde er iets wat nog wonderbaarlijker was. De sneeuw begon overal te smelten. En Maroekla zag een prachtig groen grasveld. En daar waren aardbeien. Ze stond er ademloos naar te kijken. Maar Januari sprak: ga maar gauw, je hebt een uur de tijd. En zo snel ze kon, bedankte Maroekla alle mensen vriendelijk. Och, dank jullie wel. Jullie zijn toch goed voor mij. Dank jullie wel. En ze haastte zich naar het veld met de aardbeien. En ze verzamelde er zoveel als ze in haar rok kon dragen. En toen ging ze haar weg. Terug. En weer vond ze het bankje. En toen vond ze ook haar weg naar huis. Haar moeder had verwacht dat ze haar stiefdochter nu voorgoed kwijt zou zijn. En toen Maroekla op de deur bonste, was ze dan ook verbaasd. Moeder, och moeder, u zult het niet geloven. Ik heb aardbeien gevonden. Echte aardbeien. Zij zijn zo prachtig rood en glanzend als ik ze nog nooit gezien heb. En Helena, die was al bij de deur. Aardbeien? Voor mij? En ze griste ze uit de rok en at er zoveel dat haar hele gezicht en haar jurk rood werden van het sap. Maroekla had er nog geen zelf durven eten en had daar nu ook de kans niet meer voor, want alle aardbeien waren al op. En mijn moeder zei argwanend: zo, dus je hebt ze weer kunnen vinden, die toverknollen van jou. Ik vraag me af wat ze nog meer zouden kunnen. Oh, ik weet wat ik wil. Och, ik wil appels. Heerlijke zoetzure appels. Een mand vol, dat wil ik graag. En moeder keek Maroekla aan. Nou, waar wacht je op? Ga gauw doen, kind. En waag het niet om zonder appels terug te komen. Och, maar moeder, appels groeien pas in de herfst. Dan moeten we nog 9 maanden wachten. Ha, je hebt het 2 keer kunnen laten toveren. Een 3de keer moet je ook wel lukken. Ga gauw. En weer gingen moeder en Helena het huis binnen en deden de deur op slot. En Maroekla ging op pad. Ze had nog geen tijd gehad om haar koude voeten en handen te warmen. En ze bibberde in de gure, snijdende wind. Ze vond weer haar weg naar de boomstam. En gunde haar heel even de tijd om te rusten. En toen zag ze weer het lichtje. En ze volgde het. En inmiddels was de sneeuw weer teruggekomen. Het uur was ruimschoots voorbij. En het was bitter, bitter koud in het bos. En toen ze bij het kampvuur aankwam, zat Januari weer op de troon. Ach, lieve mensen,
Haar stem bibberde van vermoeidheid en kou. Zou ik misschien hem nog eenmaal bij jullie heerlijke vuur mogen warmen? Ach, het spijt me dat ik jullie opnieuw om een gunst moet vragen. Kom maar, sprak Juni. Jullie, je bent welkom bij ons. En Marukla warmde zich bij de heerlijke vlammen van het vuur. Tot ze niet meer bibberde en beefde van de kou. En Juli sprak. Wat maakt, meisje, Marukla, dat je ons een derde maal opzoekt? Och, het spijt me zo dat ik jullie opnieuw om een gunst moet vragen. Maar ziet u, mijn zuster Helena, och, ze heeft alle aardbeien al op en ze verlangt zo naar nog iets anders lekkers te eten, naar heerlijke zoetzure appels. Dat zou ze zo graag wensen. En ze hebben mij gestuurd om jullie te vragen mij nog eenmaal te helpen. Nou wordt die mooi, sprak Januari. Appels in Januari, wel heb je me ooit. Die groeien in de herfst, dan moet je nog een hele tijd wachten. Ach, ik weet het. Ik weet het, het is te veel gevraagd, het spijt me. Ik zal weer gaan. Wacht, sprak Juli. Wat gebeurt er als je zonder appels terugkeert? Och, ik zal van moeder het huis niet meer in mogen. En ik zal zeker sterven van de kou. Ik wil je wel helpen, sprak een jonge man. Ik kan zorgen voor goede rijpe appels. Zijn naam was Oktober. En januari vond het goed. Oktober stond op en januari stond op. Ze ruilden van plek. En weer smolt de sneeuw. En nu werden de blaadjes eerst helder groen en daarna oranje. Maar Marukla stond weer ademloos te kijken, tot januari haar tot orde riep. Ga maar gauw, je hebt weer een uur de tijd en je zult heel wat appels te plukken hebben. Dank jullie wel, jullie zijn gewoon te goed voor mij. Ach, dank jullie wel. En Marukla ging op pad. En daar vond ze een boom. En die boom zat vol met verrukkelijke rode appels. Och, ze zagen er zo glanzend uit. En Marukla die plukte er zoveel als ze kon dragen in haar rok. Het was flink zwaar. En toen ging ze weer op pad naar huis. En het begon weer te sneeuwen. De sneeuw viel met dikke vlokken op de grond. Want januari was weer op de troon gaan zitten. En toen Marukla thuis kwam, waren haar handen verkleumd en was ze moe. Maar ze schreeuwde uitgelaten. Och moeder, open de deur. Ik heb prachtige appels gevonden. Bijna te veel om te dragen. En Helena snelde de deur uit. En ze nam alle appels en stopte ze in een mand. Het waren er te veel voor haar om in één keer te eten. Maar ze was niet van plan er ook maar eentje af te staan. En moeder kwam naar buiten en zei, goh, wat maakt eigenlijk dat die vrienden van jou je zo helpen? Je bent maar een miserig kind. Ik vraag het enkel vriendelijk. En Helena had dit gehoord. Alles wat ik hoef te doen, is vragen. Ha, ik ga daar ook heen. Vertel me waar het is. Oh,
wil nog meer aardbeien. Ze waren lekker. En ik wil nog meer sneeuwklokjes, want ze gaan al een beetje dood. En ik wil appels. Nog veel meer appels. Maar ik wil ook narcissen en krokussen uit april en uit mei. En ik wil perziken uit augustus. En ik wil mooie paddenstoelen uit november. Vertel me waar het is. En Marukla, die was bang dat haar zuster er zou verdwalen en in de kou zou omkomen. Dat de mensen haar misschien niet wilden helpen. Ach, zuster. Blijf toch thuis. Misschien loopt het niet goed af. Onzin, snauwde haar moeder. Als jij het kan, waarom zouden mijn mooiere, slimmere dochter het dan niet kunnen? Vertel ons waar het is. En dus vertelde Marukla precies hoe ze de boomstronk gevonden had en daar het lichtje gezien had. En hoe ze dat gevolgd was en bij de kring was gekomen. En Helena luisterde goed en ging op pad met haar dikke sjaal. En nu mocht Marukla eindelijk naar binnen in het warme huisje. Samen met moeder. En de deur ging ditmaal niet op slot. Helena ging op pad. Ze werd al gauw moe en had het koud, want ze was niet gewend om zo lang te lopen. Maar haar hebzucht en haar honger dreef haar voort. Ze vond het bankje en nam niet de tijd om te zitten, maar zag gelijk het lichtje. Ze volgde het. En zo kwam ze bij de kring. Maar ze vroeg niks vriendelijk. Ze stapte de kring binnen naar het warme vuur, want ze wilde zich ook wel warmen. En had niet door dat ze iemand van zijn stoel stootte. Februari. Zeg kind, wie ben jij? En wat kom je doen? Sprak jullie. Ik ben Helena en ik heb van jullie gehoord van mijn zuster Marukla. Ze vertelt dat jullie kunnen toveren en dat jullie alle wensen kunnen vervullen. En die aardbeien waren super lekker en ik wilde eigenlijk nog wel meer. En ik wil eigenlijk ook nog wel een aantal sneeuwklokjes, maar ik wil nog wel meer. Want ik wil eigenlijk mooie krokussen en narcissen uit april en uit mei. En ik wil perziken van augustus. En ik wil mooie paddenstoelen van november. En ik wil het allemaal. En ik wil het nu. Het werd stil in de kring. En Januari was opgestaan. En zijn ogen schoten vuur. Helena. Je bent een gemeen kind. Met je veel eisendheid heb je je zuster in gevaar gebracht. En nu kom je hier om ons te bevelen wat wij moeten doen? Scheer je weg en je zult je huis nimmer terugvinden. Helena was bang geworden en ze rende weg. En ze rende en ze rende zo hard ze kon. Hier en daar en alle kanten op. En ze raakte verdwaald in de storm. Want het was gaan waaien en gaan sneeuwen. En de ijzige kou striemde in haar gezicht. En ze verdwaalde, ze wist niet waar ze was. En toen ze na een paar uur nog niet terug was, raakte haar moeder bezorgd. En ze deed een warme wollen deken om. En ging de kou in om haar dochter te zoeken. En ze zocht. En als ze haar nog niet gevonden heeft, dan zoekt ze haar nu nog. Marukla woonde nu in haar eentje, in het mooie huisje. En ze had het er goed. Ze werkte nog steeds hard en had genoeg te eten. En naast het huisje was een tuintje. Dat was een bijzonder tuintje. Want in dat tuintje, daar groeiden sneeuwklokjes. En
En er groeiden aardbeien. En appels. En er groeiden ook mooie krokussen. En narcissen. En perziken. En paddenstoelen. Het hele jaar rond.